samenwerking met de Haagse voetbalhistorie.nl wordt dit filmpje mede mogelijk gemaakt door Bentink Garage, Frankenstraat 61, Den Haag. Telefoon 070 355 6048. The old hometown looks the same. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Haagse Voetbalhistorie TV. We bevinden ons hier in de Schilderswijk op de locatie Gortmolen Oranjeplein. Hier op deze locatie is in 1936 voetbalvereniging Oranjeplein opgericht. Namen Houwert en Nieuwenburg komen we in de gehele historie van Oranjeplein veelvuldig tegen. Vandaar dat we ook hebben afgesproken met Loek Houwert, erelid en zoon van oprichter Arie Houwert en John Nieuwenburg, ooit het grootste talent van de voetbalvereniging Oranjeplein. Met Loek en John hebben we afgesproken op dit oude terrein van Oranjeplein, waar de club van 1952 tot en met 1983 heeft gevoetbald. John, welkom. Hallo. Wanneer heb je hier voor de laatste... Ja, ben je er voor laatst geweest eigenlijk? Dat was 1983. Ja. Dus 26 jaar geleden. De hele tijd. Hè. Ja. En hoe vind je het nou? Onherkenbaar. Hè. Alleen de wat we net al zeiden, de ballenvanger, die bestaat er nog. Ja. Maar het veld is wat hobbeliger geworden. Hè. Ja. En Loek? Nou, ook in 83, maar hij... Een beetje nostalgie heb je dan, op de fiets ga je dan nog een paar keer langs. Ja. Om een beetje te kijken hier en dan... Oude herinneringen ophalen. Dan doet het een beetje borrelen in je buik. Ja, ja. Ja, dat is omdat je bij die club verbonden bent. Ja, het is alles geweest wat je had natuurlijk. Ja. En dat vond je... Ja. Ook het urinoir is nog zichtbaar achter mij. Okay. Dat is echt nog te zien. En het hek ook? Ja. En dat ingang hier, de ingang. Ja. Ik zie mijn vader nog staan, kaartjes verkopen. Ja. Toen we in de tweede klas speelden. Hij natuurlijk de animator op het middenveld. John. Maar we hadden toch aardige inkomsten hoor. Dan moet je niet vergeten dat er 1500 mensen kwamen hier. Toen wij in de tweede klas speelden. Ja. Maar ja goed, we hebben die opgang gaan meegemaakt. En ook weer de neergang naar de afdeling toe. Maar je wilde de vorige tijd nog even meegemaakt? Ja, helemaal. Ja, helemaal. Ja. Ik ben vanaf 49 ben ik lid. Dus ja. tot op heden. Gelijk met zijn vader, bijna zijn vader, zijn we dus bij Oranjeplein gekomen. Ja, dat is een hele tijd, Rob. Een hele tijd. I knew it was you. I knew it was always you. So when you ask me to promise you, there's not a thing that I wouldn't do for you. Loek, wat zijn je eerste herinneringen aan Oranjeplein? De allereerste herinnering van Oranjeplein, die heb ik met mijn vader meegemaakt. Dat ik op een zondagochtend de lijn weg overreed. En dan zakten we af naar... Hoe dat op dit moment heet, ben ik even kwijt. Maar daar gingen we naar een veld van een boer. En dan moesten de vaaien van het veld worden geschept. En daar gingen de mensen dan voetballen. Die moesten zich verkleden in een oude koeienstal. En dat was vlak na de oorlog, 46. Eind 46, of begin 46, wil ik vanaf zijn, dat is een tijd geleden. En daar gingen ze dan voetballen. Dat was mijn eerste herinnering van de Oranjeplein. En dan hadden ze dus oranje broekjes. En die hadden een geel broekje. Allemaal een beetje verkleurd, maar ze droegen allemaal een wit overhemd. Want shirtjes waren in die tijd nog. Dat is mijn eerste herinnering van Oranjeplein. Ook je vader was een van de oprichters van Oranjeplein. Vertel wat iets over hem. Mijn vader was dus ook betrokken bij de oprichting van Oranjeplein. En toen het eerste bestuur gekozen werd, dat bestond dus uit Hein Sieren, secretaris, Kook Houwert, Jack Houwert dan, de penningmeester.
En de eerste voorzitter ben ik even kwijt. Maar dat vind ik niet even nog zo interessant. Wat mijn vader betreft, tweede penningmeester geworden. En dat is hij gebleven tot 64. Mijn vader was een door en door optimist. Helemaal gek van die vereniging. Mijn vader kon s'avonds zonder zaal niet meer eten als we verloren hadden. Dan reden we hier langs de ANWB-gebouw. En dan hadden we allebei tranen in ons oog. Omdat we verloren hadden. Zo gek waren we van die vereniging. Een man die stond altijd te scheven, aan te moedigen. En die heeft hij een hele schorre stem van gekregen. Zo noemen ze hem altijd de schorre. Oma Arie, de schorre, zei ze. Als ik dan zeg, ik ben een van de schorren. Of ik zeg, ik ben er een van houden. Ja, maar voor welke houden. Dan zeg ik alleen maar de schorre. O, oma Arie. Iedereen kende die. Een lieve man, een fijne vent. Daar kan je niet geloven, Rob, maar op en top Oranjepleinen. Ik kan herinneren van de Oranjepleintractor. Ik ben daar als het ware geboren op het veld. En je had toen nog geen Welpen, maar ik was een jaar of acht. Toen ging ik in competitieverband voetballen. En heb ik van mijn achtste tot mijn twaalfde heb ik bij Oranjeplein gespeeld. En toen zei de oprichter, dat is mijn opa, die zei dus als je 12 bent, breng je naar ADO. En toen was ik 12 en toen overleed hij helaas. En toen heeft zijn zoon Henk Houwaard, bekende taalvoetballer, ken je al. Die heeft zijn taak overgenomen. Die heeft me inderdaad de 12e jaar naar ADO gebracht. En daar heb ik tot mijn 17e gespeeld. En toen ben ik weer 3 jaar in België geweest. Van 17 tot mijn 20e. En toen 20 was, ben ik weer teruggegaan naar Rijnland. Ja. Ja, België is niet zo ver, maar je miste toch... Misschien wel een leuk Oranjeplein natuurlijk. Ja. Het sfeertje, dat sfeertje. Ja. Een grote familie. Ja. Wanneer kwam je met de eerste elftal van Oranjeplein terecht? 61, 62 ongeveer. En we hadden geen trainer, we trainen onder elkaar. En onder andere spelers kan ik noemen Aad Duit, Wim Kloor, Frans Rijntjes, Frits Verswinderen, Kees Glauf, Annie Romein. En zo zijn er nog wel een paar natuurlijk. Maar we trainen hier onder elkaar en we speelden iedere week donderdag een finale. Ajax Feyenoord, want de helft van Oranjeplein was voor Feyenoord en de andere helft was voor Ajax. En er werd echt een beker uit de kantine gehaald. Die werd neergezet en die werd iedere donderdag uitgereikt. Was ook de elftalcommissie was dan bezig om een elftal samen te stellen. En er kwam nu een of andere goochem, die kwam die kantine uit. Die zei dan, Aad Duit, die staat zonder reserve. En dan ging Aad Duit natuurlijk op hoge poten naar binnen. En die kwam daar buiten toe, nou ik speel, Frans. Frans Rijntje staat reserve. En zo ging dat dan door. He. Helemaal afvoeren, hele gekke huis was het. Maar ja, straatvoetbal speelden we. Maar zonder trainer, onder elkaar. De eerste trainer die ik dan meemaakte in het seizoen 64 geloof ik. Was Frans Kok, de toenmalige keeper van ADO. Nou ja, die man die werd verschrikkelijk in de maling genomen door die technische mensen, die straatvoetballertjes van de Oranjeplein. Tot hij na een paar weken ook de brui eraan gaf. Maar wel iedere week zijn centjes op blijft strijken. En de bestuur natuurlijk met een lang gezicht liet zitten. Dat was het verhaal. Ja.